In het laatste deel van het webinar gaan we stilstaan bij wat werkt dan wel binnen preventie op school. Wat zijn nu de basisbeginselen voor effectieve interventies op school? Deze elementen situeren zich op drie verschillende vlakken. Op vlak van inhoud, wat zit erin qua inhoud? Op vlak van structuur, hoe wordt het georganiseerd? En op vlak van werkvorm, hoe wordt de inhoud gepresenteerd of onderwezen? Over inhoud en structuur hebben we al heel wat besproken in deze webinar. Op vlak van inhoud hebben we bijvoorbeeld gezegd om eerder in te zetten op vaardigheden, op zelfredzaamheid dan op enkel het verhogen van kennis. Of om bijvoorbeeld rond die sociale norm te gaan werken. Op vlak van structuur hebben we verteld om aan te sluiten bij het ontwikkelingsstadium waarin leerlingen zich bevinden. Het heeft ook meer zin om meerdere opeenvolgende sessies te doen dan eenmalige lesjes of projectdagen. En ook, het is ook heel belangrijk dat leerkrachten voldoende getraind worden om die inhoud te gaan overbrengen. En qua werkvorm weten we dat vooral interactieve methodes van lesgeven effectief zijn eerder dan eenrichtingsverkeer. Hier vind je een mooi overzicht van wat wel en niet werkt bij schoolpreventie uit het Europees preventiecurriculum. Wat werkt dus wel? Denk aan interactief werken, inzetten op probleemoplossende vaardigheden, inzetten op persoonlijke en sociale vaardigheden, multicomponentenprogramma's. En wat is een don't? Wat werkt zeker niet? Alle one-shot interventies, enkel eenrichtingsverkeer zonder interactie, inzetten van ervaringsgetuigenissen, afschrikwekkende boodschappen gebruiken. Dus eigenlijk deze informatie komt ook aan bod in de leerlijnen. Daar zie je ook heel duidelijk per leeftijd wat zijn de do's en don'ts per leeftijd. Nu, in de keuze van geschikte evidence-based interventies kan je ook eens een kijkje nemen op de Exchange Registry van het IMC-DDA. Dat is een online register met geëvalueerde interventies per setting. Dus ruimer dan onderwijs, per leeftijd. En dan kan je ook telkens zien welke beoordeling ze krijgen. En binnen de setting onderwijs komen bijvoorbeeld het Good Behavior Game en Unplugged eruit als gunstig. Dat betekent dat er een grote kans is dat het effectief is in verschillende contexten. Het Good Behavior Game wordt in Vlaanderen vertaald als het topspel. En dat is een programma rond gedragsmanagement voor klassen in de lagere school. Het gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, positieve groepsdruk, negeren van negatief gedrag en het belonen van positief gedrag. En dit alles wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer motiverend is voor zowel kinderen als leerkrachten. En het spel is eenvoudig, kort en krachtig en daardoor is die instap erg laagdrempelig. Unplugged is een lesprogramma van 12 weken dat gegeven wordt door een klasleerkracht die daarvoor 2,5 dagen opleiding volgde. En de focus ligt bij dit programma op kritisch denken, besluitvorming, probleemoplossing en de social norm. Maar voor meer info over deze programma's verwijzen we naar de Exchange Registry. Hoe komt het nu dat Good Behavior Game en Unplugged werken? Omdat deze programma's werken rond levensvaardigheden. En wat omvatten levensvaardigheden? Assertiviteit en leren onderhandelen, omgaan met moeilijke sociale situaties en eigen emoties, positieve vriendschappen sluiten en behouden en de ontwikkeling van zelfbeheersing en kritische besluitvorming. En een belangrijk element van deze programma's is ook dat ze werken rond die sociale norm. Jongeren gaan dikwijls het gebruik van anderen overschatten. Jonge rokers bijvoorbeeld gaan denken dat roken veel vaker voorkomt dan het in werkelijkheid doet. En het is die norm die we gaan proberen bijstellen in deze programma's. Maar hoe levensvaardigheden worden onderwezen is net zo belangrijk als wat wordt onderwezen. Die levensvaardigheden kan je niet leren uit een boek. Je moet het echt gaan inoefenen. En een lezing hierover, kijk naar die eerste foto, dat zal niet werken. Maar wel in gesprek gaan in groep, wat je ziet op de tweede foto. Dus het lesgeven aan leerlingen in een eenrichtingsverkeer is veel minder effectief dan een interactieve voorstelling. Een interactief leren geeft leerlingen de mogelijkheid om actief deel te nemen en helpt hen op die manier om die levensvaardigheden te gaan ontwikkelen en in te oefenen.
Nu, we hebben heel wat verteld over die evidence-based interventies. Zijn die nu de enige oplossing? Die hebben natuurlijk heel wat voordelen, die evidence-based interventies. Ze omvatten dikwijls training, opleiding, er is dikwijls evaluatie aangekoppeld, het is heel gestructureerd, soms is er zelf ondersteuning beschikbaar of in sommige gevallen iemand buiten de school die het programma kan geven, maar ze zijn natuurlijk niet de enige optie. Scholen kunnen ook veel zonder die evidence-based interventies. Het kan een toevoeging zijn aan wat scholen al doen. En hier komen we weer uit op het model van drukbeleid op school. Veel van die evidence-based interventies situeren zich enkel op de pijler educatie. Maar zoals we gezegd hebben, is dit maar één pijler van het drukbeleid. We hebben ook aandacht nodig voor die andere pijlers. En wat werkt nu wel of niet als we gaan werken rond een drukbeleid op school? Zie je wat werkt er? Dat zijn duidelijke regels en afspraken rond middelen, locaties en gelegenheden waarin deze regels van toepassing zijn. Zorgen dat alcohol en tabak minder beschikbaar zijn. Leerlingen die problemen hebben doorverwijzen naar de gepaste hulp. En ook wat ook positieve resultaten heeft, zijn een positieve schoolsfeer met aandacht voor participatie van leerlingen. En dit alles werkt maar als er een multicomponenten aanpak is, dus met aandacht voor die verschillende pijlers van een beleid en ook als er draagvlak is bij de betrokken stakeholders op school. Wat werkt er daarentegen niet? Dat zijn willekeurige drugstesten en enkel gaan inzetten op bestraffing zonder aandacht voor begeleiding. Nu, als je hier meer over wil weten, verwijzen we graag naar het materiaal van VAT. Er bestaat een gids voor drugbeleid op school. Deze gids biedt handvatten om een drukbeleid op maat van een school op te stellen. En wanneer we het hebben over preventie op school, richten we ons heel vaak op basisscholen, op secundaire scholen, maar we mogen ook niet vergeten dat preventie ook voor een universiteit of een hogeschool interessant kan zijn. En zij lopen ook risico om middelen te gaan gebruiken, omdat ze enerzijds een leeftijd hebben waarop bepaalde middelen beschikbaar komen in hun leefwereld. En soms kan er ook een middelengebruikcultuur aanwezig zijn in studentenorganisaties en evenementen. En vanuit VAD is er daarom ook een infofiche voor hoger onderwijs ontwikkeld. En wie meer wil weten over beleidsmatig werken, kan ook een kijkje nemen op het online vormingsplatform van VAD. Daar staat een heel uitgebreide module over hoe een alcohol- en drugbeleid in een organisatie er kan uitzien. Het is ruimer dan enkel beleid op school. Het is van toepassing op allerlei settings en organisaties. En deze online module kan je volledig zelfstandig en gratis doorlopen. Wil je nu zelf aan de slag gaan met drukbeleid op school en kan je hierbij ondersteuning gebruiken? In Vlaanderen hebben we op verschillende niveaus preventiewerkers die scholen kunnen ondersteunen bij het uitwerken van een beleid. En via de doorverwijsgids van VAD kan je opzoeken wie dat in jouw regio is. En dat kan zowel een lokale, een intergemeentelijke of een CGG-preventiewerker zijn.